Goedenavond. Welkom bij Tegenlicht Live. Wij praten hier nog verder over de uitzending. Naast mij zit Thomas Vaassen van de Hub in Amsterdam. Sociaal ondernemer, zeg ik het dan goed? Ja, dat klinkt goed. Oké. En Thomas Kaan, regisseur van de uitzending Mensen van U. Goedenavond. Jullie zaten net al even stiekem half onder tafel naar alle reacties op Twitter te kijken. Ja. Wat vinden jullie ervan? Van wat je zo lang ziet komen aan reacties? Ik had natuurlijk mijn baard even moeten scheren ten eerste. Om niet al die baarden grappen, zeg maar, een beetje te bewaarheden. Ja, heel veel reacties. En dat is sowieso natuurlijk heel goed. Want je hoopt natuurlijk wel wat los te maken met deze verhalen. Ja. En ja. Ik vind het wel leuk om een hipster een keer te zijn. Oké. U kunt zelf ook nu vragen sturen via Twitter. Als u de hashtag Tegenlicht Live of Tegenlicht gebruikt, dan komen ze vanzelf hier bij mij binnen. Als je nou kijkt, je kreeg opdracht om deze film te maken, of heb je zelf het idee aangeleverd? Hoe is dat gegaan? Dat is heel erg, ja, misschien een beetje een saai verhaal zou het zijn, maar het is heel erg in samenspraak gegaan. Maar we wilden heel graag een momentopname van, maken van, van de tijd waarin we leven. En eigenlijk vormde het idee om dat aan de hand van een generatie te doen zich toen heel, heel snel. Omdat het natuurlijk, zeg maar, jonge mensen zich makkelijk als spiegel laten gebruiken. Ja. Het is heel organisch eigenlijk zo ontstaan. En hoe ben je volgens aan het werk gegaan om mensen te selecteren? Want ik bedoel, die generatie, ja, wat is een generatie? Hoe ben je mensen gaan uitzoeken? Nou, je begint met dat idee te verwerpen dat je een generatie kan vertegenwoordigen in zijn geheel. En het is wel grappig, het hele voorjaar toen we ermee bezig waren, en het begin van de zomer verschenen er ook weer eigenlijk soort van de standaard stukken die je elk jaar of elke paar jaren weer krijgt over de generatie. En dan wordt het altijd weer labels opgeplakt of zo. Ja. Dat wilden we eigenlijk niet doen. Generatie X, generatie Y, wat hebben we allemaal gehad? Ja, patat generatie. Ik was zelf volgens mij de generatie niks ooit. Alvertje Dokus Kwak generatie. Ja, precies. Nou, de termen zijn niet van de lucht. Maar in ieder geval, dat wilden we eigenlijk niet doen. Maar wat we wilden doen, het is natuurlijk eigenlijk ook een soort vorm die je kan gebruiken om een verhaal te vertellen. Eigenlijk om een verhaal over de tijdgeest te vertellen. Mm-hmm. En dat is wat we hebben proberen te doen. Ja. Dus meer dan over de generatie van nu gaat het denk ik heel erg over de tijd waarin we nu leven en misschien de tijd waar we naartoe bewegen. Ja. Het hele idee is natuurlijk heel erg om te kijken naar hoe, zeg maar, deze generatie zich in de crisis stand houdt. Als je nu de film hebt gezien, had je hem al eerder gezien of nu voor het eerst? Ja, ik heb hem gezien ook in Utrecht. Ja. Wat vind je ervan als je nu zo dat ziet, hoe deze generatie zich in de crisis beweegt? Ja, dus nog een keer, ik denk niet de hele generatie zich zo beweegt, want ik denk dat het allemaal mensen zijn die vrij in het leven staan en dus zijn eigen keuzes kunnen maken. En dus ook dat wel hebben gecreëerd. Ik zag ook wel tweets langskomen dat je hebt, ja, wat als je nu gewoon 15 mensen moet ontslaan bij een bedrijf waar je werkt? Wat is dan de crisis? Heb je natuurlijk een andere crisis. Maar ik denk wel dat, wat ik er juist leuk aan vind, is dat de crisis komt er helemaal niet echt in voor. Je zou deze kunnen zien als je even die stukjes waarin de crisis dan van, oh, het is crisis, eruit zou halen. Ja. Dan is het, vind ik, juist. Één ding wat ik zie is eigenlijk, het gaat op een aantal vlakken, haakt het heel erg terug op verschillende tijden. Verschillende eigenlijk oudere generaties en daar dringen van terugpakken, zeg maar. Uh-huh. Lenen van toffe dingen van vorige generaties. En ook een beetje het gewoon niet zo serieus nemen van het macro-economische gedachte, het model. Het hele idee dat je die cijfers die continu, zeg maar, in de lucht zingen, zeg maar, dat de realiteit is. Uh-huh. Maar je ziet de hele dag jonge startende bedrijfjes om je heen. Ik neem aan dat daar ook mensen bij zitten die wel eens tegen macro-economische realiteit aanlopen hier en daar. Of is dat, werkt dat niet zo? Ja, dat klopt. Ja, dus, maar tuurlijk, als het 2% recessie, daling van BNP is, dan heb je natuurlijk met z'n allen, dat betekent een iets. Dat betekent dat er overal wat vanaf gaat. En uiteindelijk zie ik ook dat, we werken veel met starters, ZZP'ers. Nou, dat ging de hele tijd goed. En pas eigenlijk vanaf 2011 zag je daar een beetje een slop in komen. Dat mensen echt moeilijk aan opdrachten komen. Gaan bezuinigen op tientjes, zeg maar, zakelijke uitgaven. Ja, dan merk je wel dat mensen dus echt wel, toch het echt wel krapper gaan hebben. Ja. Dat zie ik wel gebeuren. Dus heel veel mensen die juist ZZP'er worden, maar dat wordt nu steeds, zeg maar, die wijn wordt steeds, zeg maar, dunner. Ja. Om het even simpel te zeggen.
Ja, dat is ook een van de redenen waar veel van de mensen die je ziet, die ik om mij heen ook zie. Uh-huh. En dus zag toen ik aan dit idee begon, zijn eigenlijk mensen die heel erg leuk werk doen of verschillende baantjes hebben. Maar soms echt eigenlijk qua geld wat ze maandelijks binnenkrijgen, of niet eens vast maandelijks, maar eigenlijk op een soort minimumniveau zitten. Yeah. Als je dat, dat noem je gewoon minimumniveau. En dat, wat me daaraan opviel was dat deze mensen helemaal niet zo ongelukkig daarom waren, maar dat ze dus vaak deden wat ze zelf wilden. En ik ben me heel erg bewust dat dat natuurlijk een hele grote rijkdom is die heel veel mensen willen en dat het lastig is om te vinden. Maar ik denk wel dat als je dat dus gespiegeld krijgt, onder andere door veel van deze mensen, dat ook echt wel wat betekent. Ja. Hè? Dus dus wat geeft je prioriteit in je leven? Een soort van dus dat je een minimum of dat je een modaal inkomen hebt of bovenmodaal, of dat je daar bepaalde dingen nog meer van, weet je, al die extra's die je kan hebben in onze samenleving, dat je daar je levensgeluk van laat afhangen, of dat je denkt, ja, ik ga eigenlijk eerst zoeken wat ik graag wil of zo, hè? Dus die start-up zoeken, of zoals Robin, die dumpster diver, ja, die heeft een hele andere prioriteit in zijn leven, maar hij is er niet ongelukkig van geworden, volgens mij. Ja. Dus is dat, zeg maar, even een korte samenvatting, dat deze generatie van nu minder hecht aan materiële zaken? Ik vind een aantal voorbeelden, ja. Maar ik vind juist heel veel mensen die het allebei willen. Mm-hmm. Ik vind juist heel veel mensen die op dit moment dat het allebei kan. Ik kan echt veel verdienen en tegelijkertijd doen wat ik tof vind. Dat is natuurlijk het unicum. Yeah. Waar je van kan zeggen dat is een soort nieuw soort decadentie. Vind ik niet. Ja. Ja, dat vind ik niet dat de decadentie, dat gaat over je eigen zelf, je ontplooien of ontwikkelen. Nee. Dat kan gewoon allebei. Ja. Ik wil even naar iets toe waar we heel veel reacties op tegenlicht op Twitter van hebben gezien. Is in hoeverre is dit nou een afspiegeling van de samenleving? Wordt heel veel gezegd, ja, maar dit is Amsterdam en binnen de ring en noem het allemaal maar op. Ja, nee, het is helemaal geen afspiegeling van de samenleving of van Nederland of zelfs al niet van Amsterdam. Mm-hmm. Nee, het is wat we heel erg hebben proberen te doen, is een soort stedelijke voorhoede te nemen. Ja, die kan je dus afdoen als hippies of hipsters. Of ja, dat maakt me eigenlijk allemaal niet zo uit. Weet je, zolang ze maar worden herkend als wat ze zijn. Het is een soort voorhoede waar ideeën borrelen, bruisen. Uh-huh. Die hopelijk beklijven. Die volgens mij wat zeggen over de tijd waarin we leven. Kijk, als we het over de jaren 70 hebben, hebben we het ook over de hippies. Mijn ouders liepen toen ook rond. Het waren geen hippies, maar toch zijn ze de generatie van de hippies. Ja. Als je het over de jaren 80 hebt, heb je het over de krakers. Ja, wat we een beetje hebben geprobeerd, is gewoon echt een soort thermometer in het gat van deze tijd te stoppen. En te kijken, ja, wie zijn dan nu een beetje die hippies? Ja, misschien zijn dat wel een beetje wat dan nu hipsters worden genoemd. Of neo-hippies. Of allemaal ondernemers ook. Hè. Dus het laat zich ook nog helemaal niet makkelijk vatten. En dat is ook helemaal niet de bedoeling geweest. Het gaat erom dat je die geluiden wil horen waarvan je denkt, ja, die zijn er. Die bewegen ergens naartoe. En daar kunnen we misschien, dit zijn mensen of ideeën waar je over 10, 20 jaar misschien nog wel op terugkijkt. En je denkt, daar was de kraamkamer een beetje. Ja. Ik krijg hier een vraag van Maarten Blij op Twitter. Die zegt, hoe denken jullie over school en educatie van nu? Past dit een beetje in de manier van leven met hoe er nu onderwijs wordt gegeven? Nou, mij betreft niet. Ja, van de ene kant hebben we natuurlijk een fantastisch onderwijssysteem vergeleken met andere landen. En kunnen we ons handjes wrijven dat het allemaal goed geregeld is. En dat iedereen eigenlijk toegang heeft tot onderwijs. Ja, van de andere kant is het ook heel erg one size fits all. Uh-huh. Toen ik op school zat en ik had mijn opdrachtjes af, kreeg ik meer opdrachtjes. En dan had ik het af, kreeg ik meer opdrachtjes. Maar niet een keer in uitdaging. Omdat je het gemiddelde moet volgen. Ja. En dat denk ik dat steeds minder past. Want we hebben steeds minder één vast stramien waarin je werk gaat vinden. Uh-huh. Dus de markt, de organisaties vragen veel minder om één soort type opgeleid mens. Ja. Ik vind het ook heel raar. Ja, je noemt algemene kennis. Maar hoe moet je nou echt, zeg maar, iemand 16 jaar, zeg maar, algemene kennis in het hoofd stoppen, terwijl die na 8 jaar al weet dat hij elektricien gaat worden? Weet je wel? Dat, ja. Ik snap dat nooit helemaal. Ik denk dat het wel heel veel zou verbeteren als we dat wat vrijer en vrijer organiseren. Uh-huh. Ja, gaat voor jou hetzelfde? Ja, ik ben het heel erg eens met Thomas. Ik vind dat het onderwijs zoals vandaag de dag is ingericht heel erg veel te veel gericht is op uiteindelijk een deelname aan het arbeidsproces zoals dat, ja, in zijn abstractie daar ergens boven je hangt of zo. Uh-huh. In plaats van dat je tot je 18e gevrijwaard bent om, of in ieder geval
deels of 16, dat je op zijn minst dat je gevrijwaard bent van het weet je, echt al actief deelnemen of toewerken naar die prestatiemaatschappij, zeg maar. Mm-hmm. Zou opleidingen volgens mij, of scholen zich volgens mij nog steeds veel meer of weer veel meer kunnen richten op een soort bredere ontwikkeling. Op meer, ja, een beetje ouderwetse term bieldoen, zeg maar. Waarbij het ook niet alleen maar zo is dat. Ik heb ook mensen om me heen, dat is wel grappig, dat zie je ook bij die ambachten. We hebben nu die Petra, die kapster erbij gedaan. Maar ik zie heel veel mensen in de stad dus, die hoger opgeleid zijn, maar die eigenlijk iets met hun handen willen doen. Hè? Dus eigenlijk biologische braadworsten willen maken. Ik bedoel, daar kan je van vinden wat je wil, of dat het te duur is, of dat het onzin is, of dat je liever gewoon de bio-industrie worsten gaat doorvreten, dat is prima. Maar wat die mensen dus blijkbaar willen, die willen iets met hun handen, wat ze dus nooit hebben geleerd of zo. Wat op school waren, ze waren slim genoeg. En dan ga je dus door met die hersenen of zo. In plaats van dat je denkt, nou, het is, misschien is deze persoon ook wel iemand die, ook al zijn ze slim, eigenlijk liever iets met zijn handen wil doen of zo. En dat vind ik wel een beetje typerend aan onze tijd. Of ook de tijd waarin wij zijn opgegroeid. En ik hoop wel dat een beetje gaat veranderen of zo. Uh-huh. En als je kijkt, want er is hier ook een opmerking van Pauline Bijster. Die zegt, grappig dat alle jonge mensen hier tegenlicht tof vonden en alle oudere mensen het afkraken of cynisch zijn. Is er een soort generatiekloof gaande dat oudere generaties hier naar kijken en daar een... Ik zag een tweet van een vrouw van 63 die zich heel erg herkend voelde. Dus dat is leuk. Kijk, ik weet het niet eigenlijk. Het zou wel heel grappig zijn als we een soort analyse zouden maken van, is het nou een soort afgunst van de pragmatische generatie die alles al gekregen heeft in de jeugd. Ja. Alle soorten chips. Hè? En dan mag je ook nog eens een keer hier verkondigen op tv wat je allemaal voor leuke dingen doet. Ja. Terwijl de rest van de Nederlanders aan het wegkwijnen, zeg maar, onder pensioendruk en dergelijke. Ja. Dat zou kunnen, maar misschien is het ook, ja, toch denk ik dat misschien mensen zich meer herkennen in leeftijdsgenoten en wat makkelijker ook de beweegredenen begrijpen. Uh-huh. Zou kunnen, ik weet niet. Ja, nee, ik heb nu tot nu toe in de reacties nog geen battle van de generaties zien ontstaan of zo. Wat ik wel denk is dat, een van de redenen waarom ik het ook maakte, is dat ik zag dat oudere generaties, de generatie van mijn ouders, dat er ook heel veel zorgen zijn, dus ook over de tijd waarin we leven, hè, maar ook eens over ons, over hun kinderen en over de kleinkinderen. En weet je, die soort, dat mantra van dat het voor het eerst niet beter zal gaan met een generatie, zeg maar, sinds de oorlog, hè, dat je niet meer zo groeit. Ja. Dat zou dan heel erg zijn, maar ja, dat dit de generatie is voor wie het voor het eerst, die het waarschijnlijk voor het eerst slechter gaat krijgen materieel dan de generatie daarvoor. Ja. Maar ja, ik bedoel, wat Thomas al heel goed zegt, we hebben al die soorten chips gehad, die hebben we nog steeds. Mm-hmm. We zijn hartstikke verwend en daar zijn we ons ook heel erg bewust van, volgens mij. En al deze mensen in ieder geval, weet je, dat wordt ook gezegd. Maar wat ik daar wel, wat ik juist het mooie vind, het verantwoordelijke, hè, dat staat eigenlijk haaks op wat vaak oudere generaties zeggen over de mensen van nu. Is, hè, ze gaan niet meer de dam op om te demonstreren of, hè, weet je, en die banen die verdwijnen, hè, dan moet je toch naar het Malieveld om die banen weer, weet je, hup, de barricades op, zoals zij ook hebben gedaan. Terwijl ik zie juist een enorme verantwoordelijkheid, namelijk in de erkenning van van die wilde waarin we zijn opgegroeid en nog steeds leven. En dat de vragen die gesteld worden, ook door al deze mensen, vragen zijn van zingeving of zo. Oké, moeten we dan, in plaats van, hè, hoe behouden we wat we hebben, of hoe kunnen we dat nog vermeerderen of zo, dat het juist veel meer vragen zijn over, oké, maar hoe gaan we die nieuwe tijd dan vormgeven of zo. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel erg verantwoordelijk, veel verantwoordelijker dan een beetje opnieuw een hand ophouden naar Den Haag of waar dan ook naartoe. Ik heb hier nog een vraag van Ian van der Poel. Die zegt, ik mis een beetje de andere kant. Waar zijn de timide mensen van nu? Er zijn toch ook heel veel mensen die misschien niet zo voortvarend omgaan met deze nieuwe tijden en de crisis. Ja. Ik wil niet voor de camera. Wat zeg je? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk, ja, dat kan je natuurlijk, en die zijn genoeg op tv. En niet zozeer de timide mensen van nu. Maar kijk, als je een programma maakt, als je mensen wil interviewen, je wil portretten maken, dan moet ik een portret van te maken zijn. Ja. Wat we ook heel bewust hebben willen doen, is een soort positief geluid te laten horen. Omdat we dat menen te bespeuren in de samenleving. Als tegenhanger voor al die items, krantenberichten, het is niet dat die er niet zijn of zo. Die zijn echt in de meerderheid. En er worden misschien geen timide mensen, maar er worden genoeg mensen van nu nachtmerries in tijden van crisis verteld. Uh-huh. Toch? Ik bedoel, we kennen die verhalen ook allemaal. Die worden ook helemaal niet ontkend. Ik denk alleen dat in plaats van daarin te hangen, of inderdaad een hele aflevering te maken over nachtmerries in tijden van crisis, dat het veel meer nut heeft ten eerste.
Maar dat het ook veel interessanter is om te luisteren naar mensen die ideeën hebben over hoe je het ook kan zien. En hoe je deze wereld ook... Is dit dan, zeg maar, deze selectie van mensen meer een aanmoediging ook, zeg maar, voor de mensen die misschien niet zo voortvarend zijn en zo actief zijn in het... Dat zou je kunnen zien, maar dat zou me veel te belerend klinken. Ik denk dat dat ook niet helemaal, dat niet zo is. Weet je, dan zou je... Ja, nee, dat niet. Maar ik hoop wel dat mensen, dat je ziet hele praktische voorbeelden, dat er dingen van te maken zijn. Maar ik zeg niet... Kijk, je zou me niet horen zeggen dat succes een keuze is. Dus ik ga ook niet zeggen, als je deze aflevering hebt gezien, dan komt het allemaal goed. Ik hoop wel dat je er... in plaats van daar je cynisme over uit te storten, wat heel makkelijk is, dat je denkt, oké, wat vertellen die mensen nou eigenlijk? Ja. Hè? Waar gaat het over? Want het gaat eigenlijk over ons allemaal. Het gaat over het land waarin we leven, over de regering die we hebben. Het gaat over gewoon de wereld waarin we leven. En wil je dat op deze manier zien? Uh-huh. Of wil je misschien wat andere manier kijken? Ja. Ik heb hier een praktische vraag van Sabine Wensink-Boog. Die vraagt, als je al jaren het idee hebt om sociaal te gaan ondernemen, maar je product of dienst komt niet uit de verf, wat ga je dan doen? Ja, dat is wel misschien eentje waar jij een goed antwoord op zou kunnen geven. Ja, want dat is natuurlijk wel heel veel mensen starten met een tof idee. Van mm-hmm. Ik wil iets bouwen en je gaat ermee aan de slag. Dan heb je het stuk ondernemen van sociaal ondernemen ook gewoon. En dat is driekwart van een nieuwe idee die strandt. Ja. Ik heb eigenlijk een paar jaar lang gewoon mensen aangemoedigd vooral. Van ga beginnen, ga aan de slag, we helpen je en we proberen je op gang te helpen. En wat we wel meer doen ook nu is gewoon mensen sneller... te helpen om tot beter inzicht te komen wat zijn de slagingskansen. Uh-huh. Door veel minder lang je idee uit te werken en veel sneller te testen op de markt van gaan mensen geld betalen of bestaat het al of niet. En te valideren eigenlijk of daar vraag naar is. Dus, maar dan heb je altijd de keuze namelijk. Dat heet dan een pivot. Dus je kunt als je idee niet helemaal uit de verf komt, kun je wel goed in kaart gaan brengen. Ja goed, op welke manier dan wel? En als je teruggaat naar het oorspronkelijke idee, dan kun je uiteindelijk zeggen, misschien niet in de vorm van een abonnementsdienst dat ik dit kan opzetten, maar misschien wel door een niche-markt te gaan bespelen of door te gaan samenwerken met een... Dus je moet vaak het hele... De vorm waarin je het giet, dat gaat alle kanten op. En dat uiteindelijk vind je iets waarin het klikt. Uh-huh. Maar het oorspronkelijke doel, het oorspronkelijke idee, daar moet je heel erg aan vasthouden. En dat is gewoon een heel... Ja, dat is een heel proces waar je doorheen gaat vaak, van een half jaar tot een jaar. En daarin is het mooi om dat samen met andere ondernemers te doen. Ja. Want wat is het slagingspercentage een beetje van bedrijfjes en ZZP'ers die... Nou, ik denk wel dat je verschillen hebt. Dus je hebt ZZP'ers die voor heel zichzelf. Nou, dan is het slagingspercentage degene die daarvan kunnen leven. Nou, dat is misschien de helft. En de helft die vindt op een gegeven moment weer toch een baan of zo. En dan heb je natuurlijk de mensen die echt een bedrijf willen bouwen, wat toch een andere kant op is. Dan wil je iets op gaan zetten wat moet groeien. Ja. En als dat niet echt groeit, van de grond komt, dat je een bepaalde omvang krijgt, ja, dan is het niet geslaagd. En dan moet je ermee stoppen. En dat is dan. En dat zijn in Nederland, vind ik, nog steeds een vrij kleine groep. Want het is in die zin nog relatief zo makkelijk om relatief goed uurloon te krijgen voor. Ja, advieswerk of communicatiewerk of interim of zo. Uh-huh. En dan zeg maar 5 jaar te ploeteren om iets van de grond te krijgen waar je dan nauwelijks aan verdient. Waar je wel 3 ton schuld op je nek haalt. Ja. Met de hoop dat het dan iets wordt. En potentieel help je de wereld en word je miljonair. Weet je, die is. En daar is in Nederland de cultuur niet zo op ingericht, de investering niet zo op ingericht. En ja, ik denk dat die alternatieven vrij goed zijn, waardoor. De voorbeelden van succesvolle sociale, schaalbare sociale initiatieven zijn misschien een stuk of 100. Dus dat zijn, die kennen we allemaal in dat wereldje. En dat is op zich zonde dat daar dat we daar niet meer, zeg maar, in investeren. Ja. En die hele omslag, zeg maar, met veel beperktere subsidies bijvoorbeeld, is eigenlijk in die zin heel interessant en heel mooi dat je dan een hele nieuwe markt creëert voor marktmechanismes en funding. Waar ik veel meer in geloof om zeg maar die sociale, vormgeven van de sociale economie, zeg maar, via start-ups te doen. Maar dan komen we echt van die welvaartsstaat, zeg maar, die moet worden ontmanteld. Dat heel vervelend is, zeg maar, ook voor de publieke omroep. maar uiteindelijk, zeg maar, ga je denk ik, hopelijk doen we dat, zeg maar, gracieus. En gaan we naar een model toe dat je dat wel ondernemend kan doen. Uh-huh. Dat hoop ik. En daar proberen we continu, zeg maar, in te investeren. En ik denk wel dat als je met, ik weet niet van wie de vraag is, maar het is heel moeilijk om dat vanuit je zolderkamer te doen. Ja. Ja.
Ik heb hier nog een andere vraag van Valerie Schulte Noordholt. Die zegt, veel jonge mensen die zitten nu in onzekerheid. We hebben vaak alleen maar banen via uitzendbureaus. Worden op het minste weer buiten gezet. Moeten die nou gewoon af van het idee dat er nog een klassieke baan te vinden is? Ja, ik denk dat er altijd wel veel banen zijn te vinden zijn. Ik bedoel, er zijn altijd... Je hebt altijd callcenters. Nou, trouwens, misschien wel niet. Ik weet het niet. Ik denk dat het, zeg maar, het klassieke arbeidscontract, zeg maar, niet volledig vervangen gaat worden door een freelance verband. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het straks 50-50 is of zo. Uh-huh. Maar dat er nog steeds toch altijd veel werk te doen blijft voor een stabiele arbeids, waar een stabiele arbeidsrelatie bij past. En dat ook niet voor iedereen echt past om zeg maar volledig, zeg maar, als zelfstandig te opereren. Ja. En dat ze ook niet willen en dat is ook niet per se nodig. Dus het is absoluut zo'n ontzettende groei en verandering en dat breekt van allerlei kaders los. Maar ik geloof er niet in dat dat nou alles moet zijn of dat nou de oplossing is voor alles. Absoluut niet. Nee, maar het gaat meer over denken over een baan. Het kan ook, ik denk dat er net heel veel mensen zijn die gewoon heel graag een baan hebben. En die zekerheid ook, maar gewoon het van het duidelijk omschreven functie, de collega's op één plek. Of dat in een bepaalde vorm ook zeker zal blijven ontstaan. Ik denk alleen dat het wel bevrijdend is om te weten dat het... En heel belangrijk is om te weten dat het niet een baan is of niks. Ik ken ook mensen om mij heen die ook zijn gaan freelancen, die het minder beviel, die uiteindelijk weer een baan zijn gaan hebben. Maar in plaats van dat ze dus tussendoor een uitkering hebben getrokken heel treurig thuis hebben gezeten, hebben ze dus een tijdje hun geld verdiend op een wat onzekerde manier en dat is ze minder bevallen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een heel gezonde gedachte is of zo. Ja. Nog een beetje een vraagje die hierbij aansluit. Van Erik Ruts, die vraagt, zijn grote bedrijven nou oldschool en niet relevant? Of kunnen zij een soort bijdrage leveren in hoe de maatschappij volgens jullie aan het veranderen is? Of is het gewoon meer van, dat zijn zulke oude systemen, die doen gewoon niet meer mee? Niet. Dat idee van, dat zijn de grote de boze jongens, daar doen we niks mee, dat is echt totale onzin. Heel veel mensen in heel veel grote organisaties zijn ontzettend met vernieuwing bezig. Uh-huh. Van DSM naar AXO, naar Unilever, zijn echt mensen... heel actief daarmee bezig, denk ik. En echt goed aan nadenken. En je kunt van een bedrijf als Shell alles vinden wat je wilt. En er zat ook vast veel waarheid in zitten. Maar wat die grote bedrijven kunnen en wat de start-ups niet kunnen, is echt een scenario planning. Echt nadenken over wat er over 30 jaar in de wereld van belang. En hoe kunnen we daar nu, zeg maar, plannen op inrichten. Dus je hebt die allemaal nodig, zeg maar. Dus, en je moet ook die samenwerksverbanden vinden. En het leuke is dat grote bedrijven steeds vaker naar start-ups gaan kijken om daarvan te leren. Ja. En die start-ups uiteindelijk toch heel veel van hun omzet bij de grote jongens vandaan halen. Of zelfs beginnen te worden geacquireerd. Dus ja. daarin kun je heel veel een goede uitrusting vinden. De rol van de overheid, dat is nog meer een vraagteken, vind ik. Ja. Laatste vraag voor jullie allebei. Hoe ziet deze generatie er over 10 jaar uit? Thank you. Nee. Dan moeten we de mensen van later. We hebben geen baarden meer en lachen heel hard om hoe we er nu uitzien. Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik vind wel goed wat een van de jongens op het eind zegt. Dus natuurlijk, kijk, ik bedoel, er zullen maar 10 jaar is nog dat is best dichtbij. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk, behalve lachen om je baard, ook wel... beetje lachen om het soort van soms het optimisme of zo, waarbij je bepaalde dingen misschien hebt gezien of in ieder geval hebt willen zien. Maar ik denk dat dat heel goed is. En dat is een van de leuke dingen om wel af en toe zo'n generatiebeeld proberen te maken of als tool te gebruiken om een tijdgeest te laten zien. Is dat natuurlijk jonge mensen dat juist hebben. Dat maakt ze ook bijzonder. Dat, ja. Het soort het vermogen om heel soms naïever of wat... ja, minder geremd vooruit te kijken. Of zijn het natuurlijk, we worden allemaal, zullen we ouder worden. En zo een deel daarvan ook door realisme worden ingehaald. Maar dat maakt het niet waardeloos, omdat, weet je, als jonge mensen doen. Even vanuit gaan dat elke generatie, zeg maar, iets achterlaat. Een soort verandering teweeg brengt in de maatschappij. Wat is de grootste verandering die deze generatie dan, deze mensen, achterlaten? Die blijvend zal zijn, denk je? Ja, wat ik echt hoop... is dat
Ik ga geen nieuwe wereld prediken. Ik heb ook niet echt behoefte aan een nieuwe wereld. Maar er zijn natuurlijk... En dat is natuurlijk waarom die crisis wel degelijk een aanleiding is om dit te doen. En er wordt er voor de rest niet veel over gepraat. Maar die crisis natuurlijk fantastisch heeft aangetoond. En dat doet, weet je, dat tegenlicht. En ook andere journalistieke media maken er heel erg goed gebruik van. Om te laten zien dat het systeem waarin we leven, dat markt, macro-economische systeem, dat allemaal enorme kieren vertoonde. Die waren even heel erg zichtbaar. Dus het is een hele goede tijd om daar op in te zoomen en die kieren te laten zien. Mm-hmm. En te laten zien dat daarachter ook een wereld zit. Of eigenlijk altijd al zat. Mm-hmm. En ik hoop wel dat wat deze tijd doet, en dat zijn niet alleen maar mensen van rond de 30, dat zijn ook oudere mensen en ook weer jongere mensen. Maar is dat je ook weer durft te denken over hoe die wereld er ook uit kan zien. En dat je eigenlijk gewoon die prioriteiten weer een beetje reshuffelt of zo. Dus dat de economie niet meer alleen maar een soort van leiding geeft is als het gaat over het maken van bijna alle beslissingen. Mm-hmm. Weet je, we hadden het over het onderwijs, zeg maar. Het onderwijs is voor een deel ook door een economisch model, of voor een heel groot deel wordt het door een economisch model beheerst. Ik zou het heel fijn vinden als zeg maar andere aspecten van onze cultuur, het verhalen vertellen wat al deze mensen doen, dat weer een beetje boven, hoger in de agenda komt te staan. En ik zie dat ook wel gebeuren. Thomas Vaas, wat is voor jou hetgene wat moet blijven hangen van deze generatie? Ja, ik kan zoveel dingen bedenken, maar ik vond één citaat wel leuk. En dat was, wat kenmerkt hopelijk deze eeuw, is dan de eeuw van bezinning. En ik vond, als er iets is wat ik mooi zou vinden, is dat het achter een bepaald verwachtingspatroon aanrennen, zeg maar, achter een bepaald beeld van vooruitgang aanrennen, zeg maar, wat een beetje het beeld is van de afgelopen misschien 30, 40 jaar. Ja. Van steeds meer vooruit en steeds meer. En dat, dat ik denk dat we nog steeds vooruit gaan en meer en slimmer met dingen omgaan. Maar dat er ook een soort, dat ook een beetje uit elkaar valt, dat eigenlijk een soort, het is een beetje een ratje, zeg maar, op een gegeven moment. Hè? Van als een hamstertje in dat ratje rent. En dat als je, het mooiste zou ik vinden als je 10 jaar terugkijkt, dat een significant deel, zeg maar, van mensen van onze leeftijd, of iedereen eigenlijk, uit dat rat is gestapt. En het op zijn eigen manier doet. En wel gewoon welvaart leeft. En niet eigenlijk eruit is gestapt van naast de maatschappij is gaan leven, of tegen de maatschappij is gaan leven. Maar juist hele grote organisatie heeft gebouwd. Maar juist echt vernieuwing heeft gebracht. Maar dat te laten zien dat niet in dat rat hoeft. Dat lijkt me een mooie afsluiter. Rest mij te zeggen dat op YouTube vanaf nu ook nog een interactieve versie van de film Mensen van Nu staat. Daar zitten onder andere langer interviews in. Tegenlicht Live is binnenkort weer terug. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar dat is op de website te vinden. Thomas Vaas, Thomas Kaan, hartelijk dank. En een fijne avond.